Feyenoord! Feyenoord, olé! De eerste fanshop van Feyenoord buiten Rotterdam. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat vind ik fantastisch. Heel fantastisch zelfs. Maar zometeen de loting van de Champions League, op welke tegenstanders hoop je? Wil ik twee. En bij oogkokkertje Amari. Nou, ik zou ervoor tekenen hoor. Hopen op een beetje redelijke ploeg en niet te zwaar. Eén ploeg mag zwaar wezen, Barcelona alleen voor het papiertje en dan fantastisch. Ja, die een beetje makkelijk zijn hè. En Liverpool, Barcelona, Real. Appeltje eitje. Ja, maar lachen toch, mooie wedstrijden. En hoeveel word je dan in die pool? Ik denk tweede. Ja, ik ben positief. Ja, want heeft Feyenoord eigenlijk iets te zoeken in die Champions League? Ja hoor, dat wel. Geld binnenbrengen, hè? U denkt toch niet serieus dat Feyenoord het redt in de Champions League? Natuurlijk, met zo'n ploeg moeten ze alles kunnen doen. Met Hobbs, Sint-Just, allemaal mooie spelers. We hebben Sam Lansdorp. Goeie voetballen erbij. Ja, dan is Messi en Ronaldo zijn er eigenlijk niks bij, hè? Nou ja, 020 zegt dat Sam niks is. Laten we wel even een poepje ruiken dadelijk. Ja, en als ze weer kampioen worden, kunnen we dan ook ons opmaken voor een fanshop in Amsterdam? Nee, dat gaat niet. Dat gaat nooit voor ons leven. Echt niet. Nee, dat is onze rivaal en dat moet onze rivaal blijven. Ja, want ik dacht, straks slaat het Feyenoord zo hoog in de bol dat we door heel Nederland fanshops gaan krijgen. Behalve in Amsterdam.